Het Keizer Karelplein in Nijmegen is de gevaarlijkste verkeerslocatie van Nederland. Dat beweert althans RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Op het beruchte plein gebeurden in 3 jaar tijd 83 ongelukken. Maar is het plein echt zo gevaarlijk? Op de Facebookpagina van deze oproep is men het absoluut niet met RTL eens. Hans Jacobs rijdt er al 50 jaar en heeft nog nooit problemen gehad. Ook Herma Heijmans begrijpt het probleem niet. Zij zegt, gewoon je aan de verkeersregels houden en niet rechts blijven rijden als je 3/4 rond moet. André Zonneviel vindt het een fantastisch plein waar je pas echt leert autorijden. Kijk voor meer Nijmeegse reacties op het nieuws van RTL op facebook.com/rn7online. De voorbereidingen voor Nijmegen als European Green Capital vorderen steeds verder. Dit weekend wordt Nijmegen officieel benoemd. Vandaag werd begonnen met de bouw van het hoofdkwartier op Kelfkensbos. Daar wordt een speciaal huisje gebouwd, een zogenaamd duurzaam paviljoen. Het is ontworpen door de architecten van Brugge de Oversteek en de Lentloper en is demontabel en herbruikbaar. Het gebouw is het hele jaar voor iedereen te bezoeken. Op de Ambachtsweg reden al verschillende auto's een klapband, maar dat is nu verleden tijd. Dit weekend werd er op een van de middenbermen een verkeersbord geplaatst, waardoor het nu duidelijker is dat er een vluchtheuvel met 2 verkeersdrempels aankomt. In Beneden-Leeuwen werd dit weekend het 12e Boccia Koen de Lange Memorial Toernooi georganiseerd. 2 leden van het team uit Beneden-Leeuwen doen dit jaar mee aan de Paralympische Spelen, dus dit toernooi was een mooie trainingsgelegenheid. Boccia is een spel dat lijkt op pétanque, maar dan geschikt gemaakt voor sporters met een hersenverlamming of zware motorieke beperkingen.